Hey kijkers van dus David Kraft en welkom bij deze gloednieuwe Bytopia video hier op DRC. Ik zou het heel fijn vinden als jullie even een like achterlaten. En natuurlijk dat jullie eventjes een reden achterlaten, een mening eigenlijk, ik wil jullie mening horen. Over wat je van deze update vindt, wat Sunnyvale gaat doen. We gaan het vandaag hebben over de update van Sunnyvale. Er zijn natuurlijk meer steden die hele grote veranderingen hebben gedaan. Zoals Rolandia onder andere, Greydale is aan de beurt geweest, Cosmopolitan laatst. En aangezien nu de zones veranderd zijn van level 6 naar 5 voor zone 3, dacht Sunnyvale, het is tijd voor een verandering. Dus we lopen eventjes kort door Sunnyvale heen en dan gaan we vanzelf de veranderingen wel zien. Er staan hier een paar hele mooie grote huizen. Het is op de bouwserver, dus je ziet inderdaad af en toe vliegende villa's. Moet je niks van aantrekken. Gaat niet in de game komen of zo. Don't worry. Zie je, ziet het hier allemaal. Ziet er super raar uit. Maar we gaan even kijken naar de huidige stijl van Sunnyvale. Ze hebben hier natuurlijk nog heel veel ruimte over. En wat hebben mensen hier nou zoal gedaan? Nou, mensen nemen meestal een villaatje hier, zoals je ziet. Het ziet er eigenlijk best wel mooi uit. Wat kleinere huisjes, zoals hier, is een soort van etenswinkeltje. Dit ziet er ook uit als een privéhuisje van iemand. Hier nog één. We komen hier bij de bank bij de wat duurdere, dikkere villa's. Ik heb hier natuurlijk het huis van Martje gezien. Wat er super cool uitziet. Dit is van, ik heb geen flauw idee, het staat er vast op. Plot 26 is van DJ Smash, de rechter. Ook een grote villa. Dan hebben we hier nog eentje. Er staat geen naam bij. Deze week ook niet. Maar voor mij van een leger dude of zo. Dikkere villa's hier natuurlijk bij het water. En dan heb je hier het oude bankgebouw. Wat volgens mij niet meer actief is. Nee, is het zeker niet. Nog meer villa's. Nog meer villa's. Gemeentehuis. Meertje. Wow. Dat is ook een dikke. Jezus. Moet je kijken, joh. Van wie is dit? Van Vida con Laura. Dat is een mooi huis. Mensen hebben dus geld hier in Sunnyvale. Daar komt het op neer. Hier in het bos zijn nog heel veel grote plots over. Maar de uitbreiding zit natuurlijk heel ergens anders. Oh, we zien het hier al. De brug is veranderd. Is het een constante ophaalbrug? Ja joh, je kan erin flikkeren. Wat is dit nou? Levensgevaarlijk. En een dammetje. Daar zie ik ook een brug. Dat is voor mij voor Mytopia. Daar gaan we ook nog wel een keer kijken. Laten we eens eventjes gaan kijken naar wat er allemaal nieuw is. Ik zie het links van mij al, maar ik doe net alsof ik blind ben. We hebben hier de luchtballon. Is niet nieuw, maar vanaf hier kun je een beetje uitzicht hebben, zeg maar. We hebben hier het eiland, waar je hier twee villa's hebt. Een groene en een zwarte. De zwarte is van Thanatos natuurlijk. Oh god, ik zie al veel te veel van Bytopia. En dit, dat noemen wij een bergplot. En dat is in feite niks anders dan dat je in de berg je huis hebt. Daarvan is hier ook een nieuwe gemaakt. En eigenlijk de tegenhanger van de gele hebben we hier de witte. En we kunnen wel even gaan kijken. Je komt daar via hier zo te zien. En dit is dus even exclusiviteit, jongens. Wauw. Eigen pinautomaat, alles. Oventjes. Mooi uitzicht. Gaaf hoor. Maar laten we even gaan kijken naar wat hier dan allemaal veranderd is. Want er zijn plots bijgekomen volgens de burgemeester Sissu zo'n 16. En eens even kijken waar die helemaal heen gestopt zijn. Want dit ziet eruit als een boulevard. Zeker weten, terrasjes. Maar wat is dit? Kant-en-klare winkels, vriend. En hier ook? Of is dat dezelfde? Nee. Is het nou een huis of een... Het zijn huizen! Je kan hier gewoon wonen. Ik dacht het zijn winkels. Nee joh! Wat een toffe plek om te wonen! Wat schattig! Nou oké. Nou, alles wat je hier ziet, deze hele boulevard, was eerder gewoon alleen maar zand. En ze willen er een soort Enschede boulevard van maken, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar natuurlijk een grote pier. Voor mij staat die ook echt op palen. Yep. Staat helemaal op palen. En die begint hier zo. Zullen we gewoon eens even naar binnen lopen? Eens even kijken wat het allemaal is. Wat het allemaal geeft. Lekkere muziek is dit, hè jongens? Ik weet het. Staat die te hard? Jammer dan. Winkel A. Ah, vier winkels. Mooie plek voor winkels, jongens. Slim. Eten, kleding, pillen. Alles centraal hier op de boulevard. Gezellige vlaggetjes hebben ze gemaakt. En er zijn ook nieuwe plots bij. Dit is geen plot trouwens, volgens mij. Voor mij is de bedoeling dat je hier kan volleyballen ooit een keer. Ik weet niet hoe ze dat gaat doen, maar... Oké, die muziek zat echt te hard, hè? Ja, ik weet het. Ik zet hem wel wat zachter.
Goed, dat is dus het nieuwe hier, zeg maar. Ook zo te zien, nieuwe straatlantaarns. Gaat dit de standaard worden hier in Sunnyvale? Zou ik niet eens raar vinden of lelijk. Er zijn een paar nieuwe plots bij. Deze, hier stond eerder een huis op. Daar hebben ze 4 kleinere plots van gemaakt. Zodat mensen van level 5 ook gelijk in Sunnyvale kunnen wonen. En niet gelijk 150.000 euro kwijt zijn voor iets. Hier stond dan dat grote ronde glazen ding wat niemand ooit gekocht heeft. Dus kun je een prachtige, mooie grote villa kopen. Hier aan de kade. Ik moet zeggen, mooie plek. En wat er een beetje naar uitziet, zeg maar. Deze zijn ook nog niet verkocht volgens mij. Oh my god, die is groot. Is het één plot? Oh nee, wacht. Hier staat natuurlijk het museum. Dat is een oude map. Oké, okay. Ik schrok al. Ik denk, wow, die zou ik wel willen kopen. Zoals je ziet zijn er best wel veel veranderingen hier geweest. Als je niet wil. Niet de grote veranderingen als Hollandia, als in het compleet andere map. Er is geen berg uitgebroken, zeg maar. Zo te zien is er nog meer. Wat is dit dan? Oh my god, je blijft hier gewoon verder met verkennen en dingen. Ik raad jullie echt aan, als je level 5 bent, je in te schrijven bij een van deze steden. Sunnyvale of Bytopia. Om gewoon eens even te gaan kijken, want deze grond, dat huisje zeg maar. Dit plot zal heel populair zijn. En voor mij gaan ze hier een beetje het bruisende centrum proberen te maken van Sunnyvale. Ik vind het super leuk. Ik heb ook 1,5 miljoen euro geïnvesteerd vanuit Binnenlandse Zaken om dit te kunnen realiseren. En meer dan de helft betaalt de gemeente zelf. Sunnyvale, dikke vette props. Ik hoop dat je de strijd met Bytopia een beetje aankomt. Wat momenteel nog steeds meer inwoners heeft natuurlijk. Ik denk dat het hier wel mee gaat lukken. Jullie hebben gewoon een vrolijke, zonnige, gezellige stad. En ja. Ja, ik denk oprecht dat het wel goed gaat komen hier. Ik zou zeggen, kom gewoon lekker naar de server. Als je nog nooit Bytopia gespeeld hebt voor 5 euro per maand, kun je het proberen. Vind je het helemaal 3 keer niks. Het is geen abonnement, dus dan heb je het gewoon 1 keer gedaan. Dat kun je op shop.dusdavidgames.nl doen. Dat staat ook in de beschrijving wel. En anders ga je naar dusdavidgames.nl, de website toe. En dan vind je het ook wel. Daar kun jij voor 5 euro een whitelist halen. Doe dat even lekker. En binnen, sommige spelers kunnen het binnen een maandje, kunnen ze hier komen. Level 5. Het is echt... echt te doen. Ik heb het ook wel eens uitgelegd in andere video's hoe dat werkt. Maar het ligt ook een klein beetje aan jezelf. Ik ben wel overtuigd. En Sunnyvale, dikke vette props. Vind jij het een leuke update? Laat dan even een reactie achter. Want ik wil jullie mening weten over wat jullie hiervan vonden. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer bij een nieuwe video. Hier op Bytopia. Van Bytopia. Op DDC. Hoe je het maar wil. Bedankt voor het kijken jongens. Tot de volgende keer. Doeg!